What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Even snel een rondtour, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Wow. Too blessed to be stressed. Ik heb deze bikini aan van de Pri met zo'n blauw broekje, maar dan voel ik me reet onzeker. Maar goed, ik zie nu dat en dan zie je van die baksteen. Ik zeg tegen Tim, zeg nou, ik ga er liever niet onder hoor. Eindelijk beginnen we de dag met wat zon. Ik zie al wel weer de wolken aankomen, dus ik ben benieuwd hoe lang het zonnig blijft. Maar misschien kunnen we 's ochtends nu even zwemmen, dat we 's middags wat anders kunnen doen. Maar so far so good. Mijn koorts is weg. Ik voel me ook echt een stuk beter. Ik heb goed geslapen. We hadden een extra deken gevraagd, want we hadden dus geen deken. Dus het was echt stervens koud. En dan als je koortsaanvallen hebt, dan is het helemaal verschrikkelijk. Maar goed, dus gaan we weer ontbijten. Dus passen ze er toch met z'n tweeën in, hè? Nou, let's go, go. Brillen, roze zijn de tijden en draaien in het donker. We gaan met de kinderen. Loga, daar zit ik daar zitten. Even snel een rondtour, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Dus hier kom je binnen met een schuifbuik. We hebben een buitenzitje. We hebben gelukkig toch beneden gekregen. Dus je komt hier binnen. Klein tv'tje. Klein tafeltje met een rotzooi. Het is een bedje. Ja, we slapen een beetje om en om. We hebben een klein magnetronnetje, waterkoker en koelkast. En zooi. Dan lopen we deze kant op. Dan heb je hier nog een slaapkamer. We hebben de kleding van de meiden in zitten. Die hebben een beetje verbouwd zodat hier het babybedje kan staan. Dus of ik of Tim slaapt hier, dat doen we een beetje om en om. Ik ga deze even meenemen. En de badkamer. Is ook op zich prima. Alleen de douche is, wat is echt heel klein. Ja, je ziet wel echt dat het aan de verouderde kant is. Maar goed, het doet het. Alleen ja, als één iemand gedoucht heeft, dan kan de tweede eigenlijk al bijna niet meer warm douchen. Maar what's new in het buitenland? We gaan nu naar het zwembad, want we hebben nu mooi weer. Dus we gaan snel die kant op. En dan gaan we lekker even in het zonnetje zitten. Het is nu nog rustig, dus kan ik eventjes goed het bad filmen. Maar je krijgt echt bij ingang van, als je binnenkomt, dat je de bedjes niet bezet mag houden. Nou, elke ochtend ligt het helemaal vol. En kijk hoe cute dit is. Mijn kinderen durven hier nog niet vanaf, maar het is wel schattig. En ook hier zijn alle bedjes nog vrij. Kijk, hier staat het ook. Mag niet. Het zwembad gaat dus pas om 10 uur open. Het is nu 9, dus we moeten nog een uur wachten. De glijbaan is zelfs pas om 11 uur. Ja, lieverd. Wat is er? We mogen er pas vanaf 10 uur in, schat. Leer die stink een beetje dwars. Maar er is zon nu, dus we genieten er maar even van. Maar lieverd, we mogen pas om 10 uur zwemmen. Wij zijn ondertussen weer terug op de kamer. Noëlie ligt te slapen. Ze zegt heel de tijd regen, maar nog steeds niks. Dus lekker voor ons. Op beeld lijk ik verbrand, maar dat is niet zo. Het is gewoon nog steeds mooi, dus het is echt, denk altijd dat Google Maps weer weersvoorspelling online, dus niet klopt. We gaan eventjes rust pakken. Papa. Ja? Oei! We zitten in de auto, we gaan even bij een kasteel kijken. Want we dachten dat het regenachtig zou worden van vanmiddag, maar gelukkig klopt er dus helemaal niks van de weersvoorspellingen. Dat geeft een goede hoop voor de toekomst. Noah vindt het helemaal fantastisch, want blijkbaar is het allemaal wee. Dus ja, want ze zeiden dus vanaf 1 uur dat het zou gaan regenen. Nou, er is nog geen druppel gevallen. Het blijft heel de tijd mooi blauw. Ik zie elke keer donkere wolken aankomen, maar die gaan zeg maar echt er voorbij. Dus helemaal prima. Soms moet je even geduldig zijn, Lia. Ja, wauw! 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 Nou goed, we gaan even daarheen eten. Sorry voor het geluid van de airco, maar het is warm. We zijn nu op het weggetje richting het kasteel, maar het is echt heel bijzonder. Oeh, tell me your
tourist without telling me you're a tourist. Ik zie een toren. Oeh, daar gaan we zo even. Oeh. Ah. Oh. Papa, mij helpt mama. Nee, mama helpt niet. Ja, mama heeft ook wat te doen. We zijn aangekomen bij Castel de Bellevue. Ik denk echt dat we de kinderwagen even hier beneden moeten laten, lieverds. Ja. Dat is een prachtig uitzicht wel. En een mooi kasteeltje. Maar we zitten met de kinderwagen. Nee, ja. Zullen we gewoon hier in de schaduw parkeren? Oké, meiden. Mooi, je ziet er in de verte, Noah. Zie je dus de... Zit ik nou goed te filmen? Ik zie dus niks op mijn scherm. Oh nee, zo. Daar. De kathedraal. Working 9 to 5. What a way to make a living. Ik weet niet of mensen het herkennen, maar ik heb vaak dus met dit soort dingen, met van die oude kastelen, dat ik me een beetje raar in mijn maag voel of zo. Misschien de energie van wat hier vroeger allemaal gebeurd is. Ik voel me daar altijd een beetje narig door of zo. We gaan kijken of we erheen kunnen, ja? Kijk, dat is de toren, hè? Mij vasthouden, alsjeblieft. Dus, wat wilt u? Klein make-upje, een beetje roze. Ja. Vind je dat mooi? Mm-hmm. Mama heeft niet al de kleurtjes bij zich. Ze doen we een beetje roze, oké? Is dat een goed idee? Okay. Eentje met oranje. Ja, een beetje met oranje. Mm-hmm. Ja. Oh, zijn nog even niet knel. Je mag even niet kijken. Ooglicht? Doe het niet bij hoor. Nee, ontspannen dicht. Maar dicht en niet zo knijpen. Gewoon dicht, zoals als je gaat slapen. Doe je het ook dicht? Nee, dus zachtjes dicht, zachtjes dicht. Juist, zo ja. Oh, god. Lekker mama. Nee, mama's mobiel, hè? Ja. Chocopas voor je wang. Nog één, ja. Nee, ik heb niet meer. Even kijken. Dit. En dat is bruin. Je hebt nou een roze. Ik kan wel een beetje wit nog doen. Ik ben mooi. Ja. Wauw. Tada. Helemaal klaar voor diner. Ga maar aan papa laten zien hoe mooi je bent. Noah wil natuurlijk ook. Oog dicht. Goed zo. Ik ben. Ik heb een lipstick. Gaat het? Gaan we doen. Wauw! En ik heb een ballon. Ja, oh. En altijd de stok zo houden. Alleen maar goed gaan, hè? Staat ze bijna tegen, zei. Een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe vlog, wou ik zeggen, maar kan best, ik weet het niet. Moet ik straks in de edit gaan kijken. Het is alweer
donderdag. Het gaat wel snel, de tijd. Ik moet mijn camera even opladen. Dus dat ga ik nu even doen, want we gaan toch weer naar het ontbijt. En dat is eigenlijk elke ochtend hetzelfde. Dus om nou elke ochtend te laten zien dat ik weer pannenkoek en ei eet. Niet zo heel interessant. Dus ik ga deze even opladen. En dan zie je straks weer. We gaan zo even kijken wat de planning is. Want het is elke keer dus een beetje spannend qua weer of zo. Want er klopt dus steeds niks van. Dus we weten steeds niet zo goed wat we moeten verwachten. Nou, tot straks. Ja, lekker zwemmen, hè? We zijn al lekker bij het zwembad. Ik doe deze bikini aan van de Pri met zo'n blauw broekje. Maar daar voel ik me reet onzeker in. Maar goed, ik heb hem gewoon aangetrokken. Nee, we gaan niet meteen op de tablets kijken. Kom op, we gaan eerst nog even spelen. Ik wil eigenlijk even naar een winkel. Ik wil eigenlijk iets ook van een emmertje zo voor hem kopen. En wij mogen er nog wij niet mogen in. Nog niet, maar je mag wel heel even spelen hier. Het grote bad mag je nog niet, het is nog gesloten. Ik wandel even een stukje naar de stad toe om te kijken voor iets van een emmertje, een schepje voor die meiden. Want andere kinderen spelen daar steeds mee. Maar ik dacht dat het iets dichterbij er was dan dat het was. Dus ik loop een Teamse t-shirt. Maar goed, ik ga even kijken of ik het kan vinden, of er überhaupt al wat open is. En anders loop ik terug naar de Lidl en dan kijk ik daar wel eventjes. Maar dan kunnen ze even wat meer spelen in dat water. Het is wel zo typisch doen, hoor. Ga je mee doen? Is het mooi nou, Lia? Mooi? Chill momentje. Het leek even alsof het ging losbarsten, maar volgens mij valt het weer hartstikke mee. Maar ik ga Noah zo even lekker op bed leggen. Ik ben hier gewoon zo mee langs het zwembad gelopen, dus ik ben helemaal trots op mezelf. Ik zie nu zeg maar zelf in de spiegel ook dat het dan minder erg is dan in mijn hoofd of zo, maar long way to go. Ik ben even onderweg naar de lunchroom, maar niemand wil met me mee. Tenminste, Lia wou niet met me mee. Noah ligt natuurlijk op bed. Dus ik ga lekker alleen eten. Met al mijn vrienden. Zoals jullie wellicht kunnen zien, zitten we weer in de auto. Echt zo'n standaard zinnetje wat ik altijd zeg. We zijn nu echt naar de hoofdstad, naar Palma de Mallorca. Gisteren waren we dan bij het kasteel wat op Palma de Mallorca uitkijkt. En nu wouden we eigenlijk naar de kathedraal, maar volgens mij is hij al dicht. Maar goed, we kunnen hem alsnog van de buitenkant bekijken. Maar wel een beetje zonde dat we hem dan niet van binnen kunnen kijken. Het is hier wel weer aan het dicht trekken, maar dat gebeurt elke keer. En het valt elke keer echt ontzettend mee. Dus we hebben echt heel erg geluk met het weer. Want het zag er echt niet best uit. We zijn ook vandaag op een gegeven moment bij het zwembad zijn we weggegaan omdat het helemaal dicht trok. Nou, wat was het? 4 druppels en dat was het, dus... Ja. Too blessed to be stressed! Airco. Wat mooi. Ja, die ramen zijn smerig, maar het is wel mooi. Het is toch mooi, al die bomen. Hier dus heel claustrofobisch. Oh, kijk die auto. Wat ging die doen van het water zitten? Nou, moet je kijken wat er achter het water staat, Lia. Ja. Kijk eens wat er achter is. Dat is mooi, hè? Kathedraal. Wow. Oké, we zijn aangekomen in Palma. Ik trek gewoon mijn vlogkamer open. Ik doe gewoon alsof ik helemaal al famous de famous ben. We lopen dus al langs die kathedraal, maar die is dus gigantisch. Hij ziet er wel open uit. Maar ik weet niet of dat ook zo is. Maar we lopen er gewoon even heen en dan kunnen we gewoon even kijken of we erin kunnen. En anders hebben we vanaf de buitenkant gezien. Dat is dan maar eventjes even jammer. Toch? Zo is het. Ik wou net, jij zegt bijna niks deze keer in mijn vlog. Ik ben stil en timide. Ja, het is alleen maar, ik zit alleen maar de hele tijd te praten tegen die camera. Een beetje saai, een beetje interactie hebben nodig tussen de mensen. De mensen horen mij liever niet. Wij waren meer zo'n stille, krachtige motor.
Ja. We gaan even kijken hoe we daar komen. Wat is dat nou? Ja, we gaan kijken. Vind je het mooi nou of niet? Ik vind het wel mooi. Ja? Mooie kathedraal. Allemaal van die mooie echte dingen. Echte merken. Ja, deze heeft er zin in. Ergens een, even iets, een drankje drinken. Tim wil weer eens een drankje drinken. We zijn nu bij die kathedraal, alleen we moeten ook met trappen omhoog. Het is ja, ik heb water. Echt, echt weer massatoerisme. Ik wil een restaurant eten. We gaan zo even kijken, lieverd. Excuus voor de wind. Ik heb een windjammer, maar je weet het. Zo jammer, want omdat het zo groot is, kan je het gewoon niet goed in je opnemen of zo. Het hoor ik vaker. Wat? Het is in de melk. Nou, doe maar. Jij moet ook. Nee, ik ga dat niet zitten doen, Jordaan. Dankjewel. Ik zie nu dat en dan zie je van die baksteen. Ik zeg tegen Tim, zeg nou, ik ga er liever niet onder hoor. Hij zegt, alle hijskranen hebben dat. Kijk hoe mooi dit allemaal achter die hekken. Ook als dat zonlicht er zo opvalt en dan voor die mooie details. Lia die vraagt echt 400 keer op een dag wat het is en waarom we wat en waarom dit en hoezo dat en waarom. Hè? Lekker de waarom fase, hè, schat? Mij niet bellen. En dan met je been. Doen? Hoe groot die bananen zijn. Ja. Alles is massive. En die hamburgers. Ik moet eraan. Ja. Dit is mooi, hè? Ja. Is dat een hondje? Hier was we nooit geweest. Hier zijn we nog nooit geweest, dat klopt. Ze hebben dus ook nog een hele kidsclub voor 0 tot 4. Nou, kidsclub. Nou, als het heel mooi weer is, is het zonde om hier de hele tijd te blijven. Maar als het een beetje regent, is het wel heel mooi. Noah! Ik wil even net even de airco aanzetten, want het is heel warm. Maar je hebt dus ook nog een club voor 4 tot 12 of zo. En dit is van 0 tot 4, dus hier kunnen we gewoon spelen. Ja, we kunnen hier toch even blijven. Ik vond het wel heel mooi, die kathedraal in Palma. En ja, met kinderen is het gewoon niet handig. Zullen we dit doen? Dus dat moeten we een keer doen als hun al of goed kunnen lopen. Of als we niet met kinderen zijn. Mama, ja, wij gaan een kastje. Hoe voorzichtig, nootje cadeautje. En nu komen ze lekker los, want het was net nog een babytje. Ja, dan zijn jullie zo verlegen dan, want net waren jullie zo stil. Dat is mij. Geniet echt met die twee meiden. Kunnen we niet hier? Oh, en ik zag churros en ik wil vandaag churros. Maar het was gewoon het knijten waar het regende, dus ik kon churros halen. Oh, daar baal ik echt. Ja. Ze hebben dus gewoon fajita's, maar ze hebben ook nachos.